Het is dinsdagavond, dus weer tijd voor een nieuwe aflevering van FC Emmen TV. Goedenavond, met vandaag een terugblik op de wedstrijd tegen Jong Ajax. Hollen we een avondje mee met Kim Arends. Is assistenttrainer van Ajax Henny Spijkerman voor even terug in de Jensvesting. En is Boydeul de nieuwe deelnemer in FC Emmen TV Latje Trap. Joop Gal heeft zijn ploeg op één plaats gewijzigd ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen NEC. Danny Menting krijgt een basisplaats toebedeeld op het middenveld als vervanger van de geblesseerde Frank Olijven. En FC Emmen speelde met 2-2 gelijk tegen Jong Ajax. En na een slechte eerste helft keek FC Emmen tegen een 0-2 achterstand aan door twee fouten van doelman Marco Meric. Maar in de tweede helft rechtte FC Emmen de rug en vocht het terug tot uiteindelijk een 2-2 gelijkspel. En in die tweede helft kreeg Emmen zelfs kansen op de winst. Dus heerst er ook bij Joop Gal na afloop een dubbel gevoel. Ik heb een heerlijke wedstrijd gezien. Tweede helft vooral. Waarin FC Emmen overheerste. Maar door knulligheden wat zomaar uit de lucht kwam vallen. Want ik heb na 35e minuut eerste helft deed Ajax dus iets en dat was een vrije bal. En alleen daaruit dacht ik ook van, zou er iets kunnen gebeuren? Want we stonden gewoon en vooral Pedro en Tim als centraal duo, waarin Pedro veel te maken had met Sivkovic, die frat hem op, hij had hem in zijn zak. Dus we hadden helemaal geen last verdedigend. Ja, dan moet er een fout aan te pas komen dat je op 1-0 achterkomt. Gelijk erachteraan de tweede. Ja, dat was natuurlijk compleet tegen de verhouding in. En dat moet je maar even ophoesten, de tweede helft. Ja, en toen gebeurde er wat. Ja, een dubbel gevoel vind ik. Want eigenlijk in het eerste helft geven we het helemaal de handen. Twee fouten van Marco dan. Ja, kan gebeuren, maar ja, toch heel erg zonde. En ja, staat er 2-0. En dan is het eigenlijk al verkeken, maar we hebben ons echt teruggeknakt in de tweede helft. Naar 2-2 dan. Ja, uiteindelijk ja, kunnen we dit 3-2 maken. Alleen ja, helaas raakte de kap onder de bal. En ging het helemaal mis, maar ja. Ja, zeker, want in de rust heeft onze aanvoerder, mijn aanvoerder, die is even op gaan staan in de rust. En Sander Rozema. Dat is Sander Rozema. En normaal komt mij dan stoom uit de oren, want het waren weer dezelfde die de voortrekkers waren. Pedro, Bakati, Rozema en daar blijven een aantal gewoon op achter. En dat kan niet. Vooral als je wil winnen, zou je toch iets meer passie moeten tonen en iets meer uit de kast moeten halen. Alhoewel, nogmaals, we de eerste helft ook geen pijn hadden. Maar dat even het aanvallend, dat beetje meer. En ik vond ons aan de zijkanten daarin te statisch. De eerste helft was, als ik in de kleerkamer aangegeven, was gewoon te slap. En te afwachtend. En we lieten ze eigen spel maken. Normaal is dat ook zo, maar dit ging te ver. En ja, de tweede helft, in de rust hebben we gezegd, van, we klappen er gewoon weer op. En we gaan ervoor en uiteindelijk is het wel goed gekomen. Nou, ik dacht wel, toch niet zo'n dag hè, dat het er niet in gaat. Feyenoord, Ajax. En, maar uiteindelijk dacht ik, we hebben ook nog genoeg tijd na de 2-2 om de winnen te maken. Want Ajax was helemaal compleet kapot in verslaan. Het was nog een kwestie van op de goal schieten dat je zou gaan winnen. Nou, dan krijg je na 2-2 kas. Banning hadden... Lamucci, gelijk na de 2-2 de stift. Het zou wereld zijn geweest. En dan hadden we echt het publiek op de banken gehad. Want ze hebben de tweede helft zo gepassioneerd gespeeld. En revanche willen nemend. Ook voor bijvoorbeeld Marco. Hè. Die zag er niet goed uit bij de eerste goal. En ook in de rust werd daar een pot voor Jan Doris, jongens. Wat willen wij nou? En dat hebben ze met verve gedaan. Als je vergelijkt met het afgelopen seizoen, dan... Ja, heb ik allemaal goals gemaakt zonder strafschappen dan, maar normale goals. En nu, mijn spel was ook beter. En nu, ja, ben ik een beetje aan het... mijn vorm heb ik nog niet echt, dus dat is waar. Maar ja, dat komt wel weer. Waarom? Omdat hij vorig seizoen een van de beste middenvelders, of dynamische en meest scorende middenvelders van de Jupiler League was. En dat kan hij nu weer zijn. Ik heb het ook met Michael de Leeuw een keer gehad. Die maar bleef steken op zijn goals. En dat was 5-6 wedstrijden. Gewoon laten staan. En dat werd terugbetaald. En ik ga dat nu ook vanuit, omdat Banning het gewoon kan. Nee, klopt. Ja. Trainer die houdt vertrouwen in mij. En ik moet gewoon laten zien. Als het erg wordt, haalt hij mij eruit. En ja, ik kan ook gewoon goed gaan spelen, denk ik. Ja. Heerlijke wedstrijd. 2 punten te weinig. Dat is de conclusie? Ja.
Dat klopt. Dat hebben we ons dan zelf aangedaan. Dat is dan een kritische noot. Want we hadden het vizier op scherp moeten hebben. Maar hoe wij Ajax compleet aan God spelen, is ook wat waard. Keeperstrainer Richard Moes nomineerde vorige week manager horeca Kim Arens. En omdat Jong Ajax op bezoek komt in de Jensvesting, had Moes een prangende vraag. En ik wil wel eens weten hoe druk of zij het dan heeft met de eters. Nou, we hebben enig idee. Het wordt wel redelijk druk. We hebben in totaal ongeveer 200 eters die we verwachten 's avonds op verschillende etages. Dus dat geeft al enige drukte in de voorbereidingen. En ja, wat er daarnaast nog komt, is natuurlijk altijd een beetje een verrassing. Sinds kort heeft FC Emmen de horeca weer in eigen beheer. En dat was ook het moment waarop Arens bij de club kwam. Dat was natuurlijk in het verleden hier een vaste cateraar. Ze hebben per 1 januari de horeca in het stadion weer in eigen beheer. Daarvoor ben ik ook gekomen. En vanaf 1 januari zijn we dus langzamerhand bezig om alles weer naar eigen hand en naar eigen inzicht in te zetten. En dat is druk, maar wel heel erg leuk. En wie Arends een avondje wil volgen, moet over een goede conditie beschikken. Nou, jij krijgt morgen echt een pittige klus om mij te volgen. Want we hebben natuurlijk heel veel gasten, maar ook heel veel gasten verdeeld over verschillende lounges, skyboxen, persruimte, spelershome. Dus ik loop echt de hele avond heen en weer van ruimte naar ruimte. Dus ik hoop dat je je rolschaatsen aantrekt morgen, want dat wordt meesjouwen. Ja. Nou, we beginnen 's ochtends vaak zo rond de uur of 10, 11. Het eerste wat ik dan doe is controleren of er wijzigingen zijn in aantallen. Hè. Aantallen voor eters, aantallen gasten, of er bijzonderheden zijn ten aanzien van groepen die we gaan ontvangen. Op basis daarvan gaan we alle ruimtes inrichten. Dus zorgen we dat de opstelling goed staat voor het aantal personen. De skyboxen worden bevoorraad, de bars worden bevoorraad. Langzaam maar zeker komen de eerste hulptroepen binnen. Dus cateraar, maar ook de horeca-medewerkers. En dan gaan we echt starten met voorbereiding van de wedstrijd. Dus dat koffie zetten, overal zorgen dat er iets lekkers bij de koffie staat. De bars allemaal aansluiten, voortappen. Echt heel veel diverse activiteiten. En ook bij de horeca heerst er een gezonde wedstrijdsspanning. De spelers hebben spanning, maar wij hebben dat natuurlijk ook. We willen zorgen dat alle gasten zich ten eerste heel erg welkom voelen, maar uiteraard ook het stadion weer verlaten met het gevoel van hey, dat was heel erg leuk en we komen weer terug. Nog los van het resultaat van wat op het veld wordt neergezet, maar ook het stukje gezelligheid en sfeer en uiteraard kwaliteit en gastvrijheid. Dat is natuurlijk heel erg van belang, ja. En ook op dagen dat er niet gevoetbald wordt, kan er veel georganiseerd worden in de Jensvesting. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden waar men misschien niet meteen aan denkt. We hebben een heel mooi stadion met heel veel verschillende zalen. 9 zalen in totaal die we apart, maar ook in combinatie met elkaar kunnen inzetten. Ja, je kan eigenlijk van alles bedenken. Een beurs, een congres, symposia, productpresentaties. Maar ook een kleine vergadering voor 10 personen in Skybox met uitzicht op het veld. En uiteraard nu door het kunstgras kunnen ze daar de training van onze spelers ook aanschouwen. Dus er zijn heel veel dingen mogelijk buiten uiteraard de wedstrijden om. Ja. Tot een bruiloft naartoe? Ja, ook een bruiloft. De eerste bruiloft afgelopen zaterdag. Huwelijksfeesten hier gehad. Was ook heel erg leuk. Dus ja, er kan echt van alles. Ja. En binnenkort is er zelfs een speciale themaavond. Dus 24 oktober hier in het stadion bij de wedstrijd het thema Oktoberfest. Dus daar proberen we zoveel mogelijk de sfeer uit München een beetje neer te zetten. Dus met bijpassend buffet en bijpassende bediening. Nou, je ziet de bierpul al staan die we daar speciaal voor hebben laten maken. Ik zal hem even in beeld schuiven. Dus absoluut aanrader 24 oktober. Er is nog één vraag. Wie nomineert Kim Arens voor de volgende aflevering van Achter de Schermen? Bij deze nomineer ik collega Guus de Vries van onze commerciële afdeling. Want Guus loopt hier tijdens de wedstrijddag altijd heel erg druk door de gang heen en moet nog van alles regelen. Maar waar ben jij nou zo druk mee tijdens de wedstrijddag? Guus, voor jou.
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Jong Ajax wordt er in de Jensvesting wel een heel speciaal event georganiseerd. Wij organiseren vandaag namens Egon, Fonds Gehandicapten Sport en Ajax een clinic voor mensen met een beperking. Verstandelijk of lichamelijk. En die mogen hier voetballen op het hoofdveld van FCM. Dus een geweldig initiatief lijkt mij. Ja, dit is best zware trappen. We moeten wel. Heb je er een beetje zin in? Ja. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze gewoon heel veel plezier hebben in de onderdelen. En we proberen iedereen, met welke beperking ook, zijn mee te laten doen aan het voetbalspel. Dus of je nou welke beperking je ook hebt, iedereen kan meedoen. En of dat in een estafettevorm is, een partijvorm, er zit wel een klein beetje strijd in. Maar het belangrijkste is dat ze genieten van deze dag. Algemeen directeur Wim Beekman overhandigde voor de wedstrijd tegen Jong Ajax een ingelijnd shirt aan André Mulder, directeur sales van Lubbers Transportgroep en dit seizoen de nieuwe rugshirt sponsor van FC Emmen. Nou ja, goed, de hoofdkantoor van ons bedrijf hier in de regio en Emmen is, betekent betaald voetbal voor de regio. En daar zijn we trots op, dus het is eigenlijk een logische keus. FC Emmen ontving deze week een cheque van €7500 van de stichting Topsport Zuidoost-Drenthe. Volgende week in FC Emmen TV een uitgebreide reportage hierover. Voor de wedstrijd tegen Jong Ajax komen we een oude bekende van FC Emmen tegen. Henny Spijkerman is even terug in de Jensvesting. Nou, we willen als FC Emmen graag sponsors verbinden. Nou, dat kan prachtig bij sponsorbijeenkomsten voorafgaan aan de wedstrijd. Hapje en drankje erbij, Italiaans buffet vanavond. Nou, we spelen vanavond tegen Jong Ajax. Nou, wie vandaag de dag Ajax zegt natuurlijk Henny Spijkerman. Onze oud-hoofdtrainer. Dus Henny gaat vanavond spijkers met koppen slaan. De sponsorbijeenkomst die heet Henny slaat spijkers met koppen. Gaat leuke verhalen vertellen, stoere verhalen. En om 8 uur gaan we met elkaar de jongens ondersteunen. Spijkerman komt na al die jaren altijd nog met veel plezier terug in Emmen. Ja, absoluut. Dat is alweer een hele tijd geleden. Ja, ik ben tussentijds wel eens wedstrijden wezen kijken. Maar het is alweer meer dan 10 jaar geleden dat ik hier voor het laatst was. Maar ik heb hier fantastische jaren gehad. Dus dat betekent ook dat je met heel veel plezier terugkomt. En nog steeds volgt Spijkerman FC Emmen op de voet. Ja, uiteraard. Maar volgens mij heeft iedereen dat. Met iedere club waar je een bepaalde affiniteit mee hebt. Die kijk je altijd in de weekenden de uitslagen en als het enigszins kan de samenvattingen. Dat doe ik zeker. Dus wat dat betreft ben ik altijd wel geïnteresseerd gebleven in de prestaties van Emmen. We hebben ook afgelopen jaren toch een aantal keren hier in de voorbereiding, toen waren we in de Lutte, hebben we hier toch wedstrijden gespeeld. Dus daar kom je toch ook weer bekenden tegen. Het is altijd prima. Spijkerman is nu al jaren vaste assistent van Ajax-trainer Frank de Boer. En als Frank de Boer ooit bij Ajax zou vertrekken, zou het zomaar kunnen dat Spijkerman met hem meegaat. Ja, dat weet ik niet. Kijk, er is natuurlijk van het zomer al sprake van geweest dat hij weg zou gaan. Tottenham Hotspur is even in beeld geweest. Maar ja, dat weet je niet. En daar moet ik eerlijk zeggen, daar hou ik me ook niet meer bezig. Want ik vind, dan zou ik ook Ajax tekort doen. Ik heb gewoon een fantastische werkgever. Ik heb het altijd goed naar mijn zin gehad en dat wil ik eigenlijk wel zo laten. Dus ja, ik zie wel hoe dingen komen. Maar voorlopig zit ik bij Ajax en ik heb het prima naar mijn zin. En ook deze uitzending sluiten we af met een nieuwe aflevering van FC Emmen TV Latje Trap. U weet het inmiddels. Alle spelers van FC Emmen krijgen 2 pogingen, 2 keer vanaf 11 meter. Dan kun je 1 punt per keer dat je de lat raakt verdienen. 2 pogingen vanaf 16 meter, 3 punten. En vanaf 18 meter kun je 5 punten per keer behalen. Maximaal dus 18 punten te behalen. En vorige week was het de beurt aan Bart de Groot. En die was niet tevreden, want hij raakte maar 1 keer de lat deze keer en dus slechts 3 punten. En dat betekent slechts een gedeelde 4e plaats samen met Tim Siekman. Elson Almeida gaat nog steeds aan de leiding. En vandaag weer een nieuwe deelnemer. En dat is Boydul. De aanvaller van FC Emmen is 27 jaar en speelde vorig seizoen nog voor FC Antwerp. En dit seizoen kwam hij 7 keer in actie, maar wist het net nog niet te vinden. En Deul heeft zich niet specifiek voorbereid voor FC Emmen TV Latje Trap. Nee, niet echt. Ik doe gewoon alles op gevoel en ik zie wel. Hoeveel punten ga je halen vandaag? Ik probeer gewoon over de 8 te komen. En dus gaat Boydul voor de koppositie. Uitstekende omstandigheden in de Jensvesting. Eerste poging vanaf 11 meter. Scheelt niet heel erg veel. Tweede poging. Die is nog closer zeg. Oi, wat een pech voor Boydul. 0 punten.
Dan moet het dus komen vanaf de 16 meter drie punten te behalen. Nou, niet zo. Slechte poging van Boydul. Tweede poging vanaf 16 meter. En ook die gaat net mis. Tjonge jonge, het zit Boydul niet mee. Nog steeds op die hatelijke nul punten. Dan moet het nu gebeuren. Weer mis. Het zal toch niet. Nul punten, dan moet deze laatste toch goed zijn. En dat is het geval. Onderkantje lat. Vijf punten voor Boydul. Goed geraakt. Netjes onderkant lat. Maar met vijf punten zal hij denk ik niet tevreden zijn. Want Boydul vinden we nu terug op een derde plek in het tussenklassement. Almeida behoudt de leiding. En Dul is niet tevreden. Ging een paar keer niet zo best. Maar ik zag er soms wel dichtbij. Maar ja, vijf puntjes. Ja, moet maar meedoen. Je hebt in ieder geval twee meer dan Siegman. Ja, klopt. Dus niet als laatste. En volgende week een primeur in FC MNTV Latje Trap. Want voor het eerst een doelman. Stefan van der Leij gaat het proberen. De uitzending van vandaag zit er weer op. Ik dank u hartelijk voor het kijken. Volgende week dinsdag, 7 oktober, zijn we er weer. Graag tot dan.